als consument ga je daar tanken aan de pomp, om het zo maar te zeggen. Het wordt als bijmengproduct gebruikt aan de pomp. Alle brandstofmaatschappijen zijn verplicht om 5% biologisch gewone brandstof bij te mengen. Zowel in de superbenzine, zeg maar, als de diesels. Frituurolie wordt dan als bijmengproduct gebruikt voor biodiesel, in dit geval diesel. En we tanken dat allemaal met z'n allen bij de pomp. En wat heeft het dan voor zin om die biodiesel bij te mengen bij de gewone brandstoffen? Ik bedoel, wat is het effect voor het milieu? Dat milieuvoordeel is redelijk groot. Elk procent wat je bijmengt aan biologisch gewone brandstof is bij de uitlaat van de auto 25% minder CO2. Minder fijnstof, waardoor je dus minder het milieu belast. Dus het rendement is al heel snel aanwezig met een aantal procent bij te mengen. Het streven van de overheid is, we zijn ooit begonnen op 2,5%, maar we zitten nu op 5. Ik geloof in 2015 moet dat rond de 10% zijn, wat bijgemengd moet worden bij de pomp. Maar dan zou je toch eigenlijk zeggen, dan willen we toch dat auto's alleen nog maar op biodiesel rijden? Correct, maar dan is er weer niet genoeg grondstof. Dus dat ga je weer niet halen. Maar als bijmengproduct zal dat voor de komende periode een heel goed alternatief zijn en blijven.